Burgemeester Hans Beenakker en Otto Verwijk, wijkagent in Tiel, namen vrijdag 8 december de Waakzame-app in gebruik. Met de app kunnen inwoners onder andere hun buurt gemakkelijker alert maken op een verdacht persoon of situatie. Onze veiligheidscijfers gaan echt de goede kant op, dankzij de natuurlijk forse inzet van de politie, OM, maar ook dankzij de vele buurtpreventieprojecten die er zijn, inmiddels 26 in Tiel, dat is een enorm aantal. Heel veel mensen zijn actief, willen graag meldingen doen. En soms is dat toch wat ingewikkelder, omdat mensen zich afvragen van ja, moet ik nou wel of niet de politie bellen? En wat moet ik dan doorgeven? En kan ik dat anoniem doen? Daar is nu de app Waakzame voor. Die is ontwikkeld in Tilburg. Daar heel succesvol. Wij zijn ook een van de eerste gemeenten die daar nu aan mee gaan doen. En dat maakt het makkelijker. Je wordt eigenlijk in de app meegenomen in de stappen die je kunt doen om, om bijvoorbeeld als je een verdacht persoon ziet, hoe lang is die, is het een vrouw of een man, et cetera. Dat kun je allemaal invoeren. De locatie wordt automatisch ingevoerd. Het wordt anoniem in het systeem gezet en het voordeel is, je kan makkelijker daardoor een melding doen. Dat is één. En twee is, we hebben als gemeente en politie ook een informatie die eruit komt om te weten van hey, in bepaalde wijken of bepaalde locaties is dit of dat vaak aan de hand en dan kunnen we daarop inzetten. Voor ons is dit een zeer welkome aanvulling, omdat we merken dat vaak mensen toch anoniem willen blijven en toch niet altijd bij naam bekend willen worden. Dus die mogelijkheid is in de app ingebouwd en daarbij hopen we dat hiermee de meldingsbereidheid op het gebied van ondermijning ook een stuk omhoog gaat. En daarbij kunnen we de partners zoals Buurtpreventie en AVRI heel snel betrekken en gaat het niet over meerdere schijven en kunnen we gewoon direct die inzet krijgen, waardoor we allemaal accurater kunnen werken. VCS Observation is een partij die altijd actief betrokken is bij de burgerveiligheid en we hoorden eigenlijk in samenwerking met de gemeente Tilburg dat er steeds meer behoefte was aan het verbeteren van het maken van meldingen en op basis daarvan hebben we besloten om de app te ontwikkelen zodat er ook een goede samenwerking is met gemeente en politie. Hoi, ik ben Roos en ik zet me in voor een veilige buurt. Ik zit in een buurt WhatsApp groep en ik gebruik Waakzame om er een melding in te maken over een verdachte situatie. Ik vond het echt best lastig om zelf een bericht op te stellen. Dan vergat ik altijd wel iets, omdat ik snel wilde zijn. Waakzame helpt me daar nu bij. Dat klinkt handig, Roos. Ja, dat is het ook. Roos, bij deze melding moet je eerst even de politie waarschuwen. Door daarna een paar eenvoudige stappen te volgen, maak ik heel makkelijk een duidelijke melding, inclusief een foto en mijn locatie. En ik kan het bericht direct delen in mijn buurt WhatsApp groep. Klaar! Zo maken we samen onze buurt veilig. Er zijn meer Waakzame mensen zo te zien. Klopt. En met al die informatie is de hele stad geholpen. Maak kennis met Waakzame en download de gratis app. Wel doen, hè?